In Amsterdam staat het oude woonhuis van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Zijn portret prijkt er aan de gevel. Bestevaer was deze dagen weer in de hoofdstad. Met zijn trouwe gade Anna van Gelder en zijn persoonlijke adjudant wandelde hij naar zijn 17e eeuwse statiesloep. En nadat hij afscheid had genomen, voer hij met de galjoot, die geroeid werd door 8 manschappen, langs de interessante plekjes van de hoofdstad. Deze rondvaart was echter niet het hoofddoel van de boottocht van de admiraal, die de blauwgeruite kiel voor een statiegewaad had verwisseld. De oude vlootvoogd was namelijk herverschenen om de schepen van de koninklijke marine die aan de vlootschouw op het IJ deelnamen te inspecteren. Aan het vlaggenschip der 20e eeuwse vlootstrijdkrachten, Hare Majesteit Tromp, bracht de bevelhebber van de marinemannen uit de 17e eeuw een kort bezoek. De commandant van de kruiser reikte ter ere hiervan een oorlam uit. Michiel de Ruiter ontmoette aan boord velen die het na hem ook tot admiraal gebracht hebben, zoals admiraal Helfrich en de Amerikaan Tyrone Power, die in films wel eens zover is gekomen. Het bezoek van de Ruiter was een hoogtepunt van de vlootschouw, die talrijke landgenoten in kennis bracht met schepen van de koninklijke marine, zoals mijnenvegers, onderzeebootjagers, torpedobootjagers en anderen, waardoor zij een goede indruk kregen van de groeiende kracht van onze vloot.